Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. 1, 2, 3, fuck it! Nou, het is dus woensdag vandaag. Eindelijk nog eens iets te doen, want we hebben de stokzeil van Totally Too straks, deze avond. Het is nu 10:30. Ik ben opgestaan om 9 uur, dus een beetje later vandaag. Ik heb werk gedaan, mailtjes. Ik heb echt veel werk de laatste dagen, de laatste weken. Dat ik soms, hoe zeg je dat, door het bos niet meer zie. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar alleszins. Veel werk. Daarom vlog ik ook gewoon minder. Allee, komt dit op een lager pitje. Omdat ik echt veel moet doen. Veel leuke dingen wel. Ook die eraan komen en zo. Leuke samenwerkingen. Dus dat is wel heel tof. Vandaag ga ik dus om 11 uur naar kantoor. Dan gaan we alles klaarzetten voor de stokzeil. Dan om 1 uur moet ik vertrekken naar de acupunctuur. Ik heb acupunctuur om 2:30. Wim, kijk ik naar uit, want ik heb wel weer een opgezette buik de laatste dagen. Ik heb ook wel veel ajuin en look gegeten. Bij HelloFresh zit dat er altijd heel veel in. Dus ja, en dan als ik thuis kom, dan ga ik mijn haren doen. Ik ga voorlopig mijn haren gewoon zo laten. Ik heb die gisteren gewassen en ik heb die deze morgen in een halve dot gedraaid. In een halve dot gedraaid. Dus ja, die ga ik pas doen als ik terug thuis ben van de acupunctuur. Na de middag. En dan om 6 uur denk ik dat ik terug naar kantoor ga. Naar de winkel gaan voor de stokzeil. De stokzeil is van 6:30 tot... Nee, van 7:30 tot 8:00. Dus dan gaan we daar zijn. Daartussen ook nog proberen te eten daarvoor of zo, ik weet het nog niet. We zullen zien hoe het verloopt, maar ik ga jullie meenemen. Ik ben blij dat ik vandaag nog eens iets kan filmen. Want ik zeg het is echt werk, computer. Hier is mijn laptop. Computer, werk en voor de rest doe ik eigenlijk echt niks. Dus ja. Ik ga nu even mijn thee verder op drinken. En ik ben een vlog aan het kijken van Julia en Hunter Havens. Dus dat ga ik even doen ter ontspanning. Want ik heb nog even, maar ik wil op tijd gaan, want ik wil ook nog een brood gaan halen bij de bakker snel. Voor kantoor. Want ik moet ook zien te eten op kantoor deze middag voor ik naar de acupunctuur. Ja, ik zeg dat altijd fout. Er zijn mensen die er altijd op reageren, maar... Oh, een haar. Maar ja, sorry. Oké, ik ben klaar om naar kantoor te gaan. Ik ga gewoon naar mijn jogging. Woehoe! Want voor naar de acupunctuur te gaan, heb ik iets nodig, ook wat omhoog kan voor mijn benen. Dus jogging is lekker easy. En dan heb ik... De jogging is trouwens van Naked. Ik heb ook daar zo'n chocoladebruine trui op. En mijn topje is Gina Tricot, denk ik. En haar samen. Ik heb wel even mijn hoops aangedaan om het toch iets meer af te kleden. Maar oké. Let's go. Ondertussen zijn we goed bezig, hè? Ik ben bij heel elegante kastjes. Oei. Dus het meeste hangt al. Allee, het meeste. Ja, het lijkt zo, maar er is nog wel wat.
is en ik heb honger. Het enige wat ik deze middag een beetje heb gegeten. Ik ga jullie even vasthouden zo. Allee, jullie staan, maar het jullie niet glijden. Het enige wat ik heb gegeten deze middag is een paar krakottes met kaas, omdat het brood in de broodautomaat was op en ik had geen tijd meer om de echte bakker binnen te gaan. Dus ja, that's all wat ik heb gegeten. Maar ik ga stoppen aan de McDonald's. Oh, I'm so bad. Maar ik moet wel zeggen, ik heb al denk ik 2 weken of zo geen McDonald's meer gegeten. Dus, safakis, hè, weet je. Safakis. Ik ga gewoon niet te veel nemen. Ik denk dat ik een gewone hamburger ga nemen. Al zien die nieuwe Red Devil burgers er ook lekker uit. Ik weet het niet. Nee, ik denk een gewone hamburger met een klein frietje. En een grote cola zero, denk ik. Ik ga hier eens kijken. Want je hebt ook zo die Red Devil burger. Maar hoe noemt die ene en hoe noemt die andere? Ik weet het niet. Oh, moeilijk. Of... Oh, ik vind het echt moeilijk. Want ik heb wel honger, maar ik wil ook zo niet te veel McDonald's nemen. Ik weet het niet. Ik ga gewoon in the moment beslissen. Goedemiddag, kan ik een bestelling afnemen, alsjeblieft? Hallo, graag ene keer zo die Red Devil burger. Ja? Maar die met runs gewoon. Ja, oké. Okay. En zonder kaas als dat kan. Zeker. Nog iets? Nee, dat is het. Met een cola zero. Ja. En een friet medium mag. Oké. Okay. Okay. Dan mag je doorrijden. Dankjewel. Oké, okay, ik ben terug thuis. Ik hoop dat mijn burger niet koud is. Want ik was nog even langs Celine gereden. Mijn frieten zijn al niet meer echt warm. Omdat, ja, het zo, we hebben zo'n sum-up kastje om met de kaart te kunnen betalen. En Celine had dat mee om op te laden, maar die had er geen kabel voor. Of een foute kabel of zoiets. En ik denk dat wij wel zo kabeltjes hier hebben liggen. Dus ik ben dat snel gaan halen. Nu ga ik even mijn burger en mijn frietjes. Oh, ik heb geen mayonaise. Oh. Ik ga mayonaise hierin doen van de bus dan. Ik ga even dit opeten met even iets heel simpel op tv. Dan heb ik nog wel redelijk wat werk. Het is nu 3:30. Om 6:00 moet ik terug op kantoor zijn. En ik moet ook nog koken voor strak voor met Niels. Dus ik weet nog niet wat ik ga doen daarmee. Maar alles is nu heel even ontspannen. Yummy. 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 En katjes zitten hier alweer te kijken, ze. Niels is thuis ondertussen. En de tijd is gekomen om iets aan mijn haren te doen. Hè. Want, amai, binnen een... uur moet ik op kantoor zijn, dus ik ga wel even wat door moeten doen, want ja, ik moet mijn haren nog doen, mijn make-up misschien een beetje, want ik heb er straks echt gewoon maar heel basic gedaan, zelfs geen foundation of zo. Dus ja, that's the plan. Nu eten maken, gaat er niet meer in zitten. Dus Niels zal zijn plan moeten trekken. Of we moeten eten als ik terug ben of zo. De stokzeil is tot 8:00. Dus rond 8:30 ga ik wel terug zijn. Maar ik zal zelfs zien wat dat hem zegt. Eerst ga ik mijn haren doen en denk dat ik ze ga stylen vandaag. Ik heb die de laatste dagen in krullen gedaan. Maar nu
ook nog eens in een stijl haar. It's ready. You see, stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on two separate systems... Oké, okay, ik ben klaargemaakt. Mijn zwart kleedje aan van Tok Lito. En mijn haar gestyled. Het is 5:50. Ja. En om 4:15 hebben we er afgesproken. Ik ben nog even hier het eten aan het voorbereiden. Want ik vroeg aan Niels, wilt jij eten maken? En van HelloFresh. En hij zei al, ik ga dat niet kunnen. Dus nog iemand, zijn man of vriend zo. Echt waar. Ik ga dat niet kunnen. Ik zeg, dat zijn gewoon stapjes die je moet volgen. Niet moeilijk. Maar oké, okay, ik heb hier alles helemaal klaar. Ik moet nog van de berging. Maar ik heb alles helemaal klaargezet al. Hoe en wat. En ik ben de groentjes al aan het snijden en voorbereiden. Zodat hem eigenlijk alleen nog maar de vis moet bakken. En de groentjes in de oven moet doen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken natuurlijk. Maar dat zal wel. The sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a mono recording. Oké, we zijn er klaar voor. Zijn we. Hi girls. Mensen staan naar buiten, ja, staan dus al mensen. Hè. Oké, ik ben terug thuis van de stock sale. Het was heel leuk geweest. Veel beter dan dat we hadden gedacht ook. We dachten er gaat wel volk zijn, maar niet superveel. Wat? Ah, mijn neus werkt. Ik kan niet meer werken met het spel. Nee, Niels is op mijn laptop. En hij kan het niet. Maar dus, we dachten echt, ja, met die corona-regels en zo allemaal nog, dat er misschien 20 man of 30 of zo, hoopten we, ging zijn. Maar er was echt veel meer volk. Ik denk toch meer dan 100. Dus echt super blij. En natuurlijk allemaal coronaproof. Iedereen is in groepjes binnen mogen gaan. Dat was echt fijn. En echt blij. Ook gewoon fijn om nog eens zo interactie te hebben met jullie te praten. En nog iets kunnen zeggen. Ook al is dat niet veel. Maar toch. Ik had mini nougatti gekregen van Jennifer. Hey Jennifer, als je kijkt. Celine en ik hebben er al elk 2 gegeten op de stock sale. Ik eet echt super graag. Ik heb nu net gegeten, want er was nog eten voor mij over. Wat hier wat thuis was, dus zelfs ga ik nougatti eten ook. Nogal een snackje, weet je. Ik ga hier de vlog afsluiten. Ik ga mijn make-up eraf halen. Ik ga samen met mijn knappe boyfriend die hier zit. My sexy baby. Die op mijn laptop iets aan het proberen is. Even een retourzending aan te maken. Retourke van Zalando. Ah, en hij gaat al aanvallen. School Jenny from the block. Jenny from the block. Hoe kom ik daar nu op? Jenny from Gent. Maar die woont niet exact in Gent, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Brugge? Ja, Brugge. Ik weet het eigenlijk niet. Ergens daar, ja. Ik vond het wel spijtig dat we zo niet zo lang konden praten. Zo. Ja, dat is in Gent, maar, in Brugge. Oké. Okay. Binnenkort op de opening of zo. Dat is gewoon best een enkel daar eigenlijk. Ja, lekker hè. Yummy. Zalig, het is ondertussen wel 9:15 dus. En we gaan Blind Gekocht kijken, denk ik. Ik ben ook blij dat ik nog eens een volledige dag heb kunnen filmen en vloggen. Gewoon dat er iets te doen was. Ben ik ook gewoon echt blij om. Want zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gemerkt en hebben gezien, is gewoon mijn vlog inspiratie en motivatie gewoon even weg. Ik weet gewoon niet wat ik moet filmen, wat ik wil filmen, omdat ik hele dagen ben achter mijn computer zit te werken of foto's aan het maken ben ofzo.
Maar oké, dat zal ook wel terug beteren eens als mijn veel werk voorbij is. En dan ga ik gewoon terug volle bak vloggen. Dus het kan wel zijn dat er de komende paar weken misschien nog niet elke week 3 vlogs zijn. Maar ik ga daar wel terug naartoe werken tegen de zomer aan. Tegen juli zeker. Juni ga ik nog even afwachten hoe het zit met hoeveel werk ik heb en zo. En hoeveel ik daar buiten kan gaan doen. Maar dan weten jullie dat. Als er eens geen vlog is, dat dat dan zo is. Maar voor jullie ga ik er terug voor. En wil ik er terug 3 in de week. Dus oké, tot daar mijn rant. Slaap wel allemaal, wil ik zeggen. Maar jullie kijken deze vlog waarschijnlijk niet als jullie gaan slapen. Maar fijne dag. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!